Dank u wel, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, ik heb geciteerd wat het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties reeds in 1985 had vastgesteld. En dat is namelijk dat de slachtoffers... is geen kleine organisatie, meneer de voorzitter. De Verenigde Naties is de moederorganisatie van alle landen. Meneer voorzitter, en daar had het Mensenrechtencomité reeds in 1985 vastgesteld. Dat heb ik geciteerd. Namelijk dat de slachtoffers van de decembermoorden van hun leven zijn beroofd. Meneer voorzitter, dat is één. Tweede is, meneer voorzitter, dat alle rechtszaken behandeld worden in het openbaar. Toegankelijk voor ieder, waarneembaar voor ieder. Ja, COVID heeft de nodige beperking met zich meegebracht. Meneer voorzitter. En ik denk dat iedereen in de samenleving, de nationale en de internationale gemeenschap, heeft kunnen volgen wat de telastenlegging is geweest, meneer voorzitter. En de telastenlegging is niks anders geweest dan medeplegen van moord, meneer voorzitter. Dat staat in de telastenlegging. Meneer voorzitter. Het Constitutioneel Hof heeft uitspraak gedaan en de regering is officieel in kennis gesteld door het Constitutioneel Hof van de uitspraak. Dat is een officieel schrijven, meneer voorzitter, zoals uw geacht college dat ook. Dat gaat hier van het Constitutioneel Hof, meneer voorzitter. Wij hebben kennis genomen van de inhoud van het besluit van het Constitutioneel Hof. Meneer voorzitter, en als regering zijn we bevoegd om daaruit ook onze inzichten te presenteren, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, de regering is de uitvoerende macht. En deze regering is een voorstander van de scheiding der machten. Meneer voorzitter. Maar de regering heeft ook een plicht om te zorgen, naast dat de rechterlijke macht zelf alles doet voor de waarborging van die onafhankelijkheid van haar functioneren, de waarborging van de onafhankelijkheid van rechtspraak, heeft die regering ook een plicht om te zorgen dat die onafhankelijkheid van die rechterlijke macht gewaarborgd wordt, versterkt wordt. En we zijn daarmee ook bezig. Meneer voorzitter, om te zorgen dat met ingang van het komend jaar het Hof van Justitie een eigen begroting mag hebben en ook zelfstandig besluiten mag nemen op basis van eigen begroting, meneer voorzitter. We hebben ook gezorgd dat de rechterlijke macht is uitgebreid, zodat men ook in staat is de rechtspraak versneld te doen plaatsvinden, meneer voorzitter. Hiermee wil ik slechts aangeven, meneer voorzitter, dat de regering dat moet doen. En dat doen wij. En wij zijn geen regering die ondermijnend werkt naar de rechterlijke macht. Wij zijn geen regering die maatregelen treft om rechterlijke processen tegen te gaan, meneer voorzitter. Integendeel roepen wij als regering en roep ik op als president naar ieder: laten we alles doen om ons rechtsstatelijk op te stellen, dat we zeggen dat wij achter het principe staan van de rechtsstaatgedachte en dat iedere burger zich dient te onderwerpen aan de regels van wet en recht, meneer voorzitter. En dat we alles doen om die onafhankelijkheid van de rechterlijke macht verder te versterken, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, met deze bijdrage heb ik dan ook gereageerd op de vraagpunten en de opmerkingen die er waren. Dank u wel.